Hallo, ik ben Ashley Hendricks, de huidige Miss Universe Belgium 2020. En naast mij zit Naïma, finaliste Miss Universe 2021. Dag Naïma, stel u eens even voor. Goedenavond, ik ben Naïma Sadi. Ik ben 34 jaar, ik woon in Antwerpen en van beroep haarstyliste. En ik ben een dekersus aan het bijvolgen voor leerkracht. Oké, amai, veel ambities precies. En u bent haarstyliste. En is dat echt een passie of waarom heb je daar juist voor gekozen? Of? Ik wist dat van kleins af aan eigenlijk al. Ik was dan aan het spelen met haar. En dan heb ik daar eigenlijk uiteindelijk, als ik oud genoeg was, heb ik dat kunnen doen. En nu heb ik dat ontplooid, dus nu zijn we dat al geworden. Oké, en ik heb ook gehoord dat je aan het gaan bent voor een D-cursus, voor leerkracht. En wat heeft u juist daartoe aangezet om daarmee te starten? Eigenlijk ook de vraag die ik gekregen had, omwille van dat ik zo lang ervaring heb en ik heb altijd mijn eigen zaak gehad. Dus ja, de mensen wisten dat en dan kwamen ze leerkrachten tekort in de praktijk. En vandaar dat ik zoiets had van, waarom niet? Kun je altijd eens proberen. En daarom ben ik daar ook mee begonnen. Oké, dus je hebt al redelijk wat te doen, hè? Die haarstyliste, dan die opleiding voor leerkracht, nu dan Miss Universe. Wat heeft u er eigenlijk een beetje toe aangezet om eigenlijk u in te schrijven of om mee te doen met deze verkiezing? Vooral eigenlijk, bij mij was het de belevenis, zowel als sfeer zijnde. En eigenlijk ook om nieuwe mensen te leren kennen, ook zien hoe ik zelf ben, als ik voor mensen moet praten, hoe dat uitkomt voor mij. Ben ik daar gemakkelijk mee of niet? Want uiteindelijk ben ik nog geen les aan het geven. Maar het is wel leuk dat ik nu al een beetje ervaring kan opdoen daarin. Oké. En verder, buiten die dingen, doet je nog iets in de vrije tijd? Van hobby's of andere bezigheden? Of wat doet je zo graag in de vrije tijd? Oh, veel. Maar ik zal het kort houden. Dus vooral eigenlijk, ik dans nog. Dus danslessen. En fitness ook nog af en toe een beetje bij. Ja, en voor de rest reizen, uit eten, van alles eigenlijk. Oké, en de laatste vraag. Stel, je wint Miss Universe. Wat is juist je ambitie of wat is je doel om daar dan mee te doen? Moest ik het winnen? Met die titel eigenlijk. Moest ik het winnen? Het zou wel een eer zijn om het te winnen. Zowel ook voor mezelf. Gewoon om te weten hoe dat, ja, andere mensen naar mij kijken eigenlijk. Daar heb ik zo vooral de grootste schrik van. Nu, dat gaat zich nog uitwijzen, want er zijn zoveel mooie finalistes. Dus ja, uiteindelijk, het zal geen gemakkelijke beslissing worden, ook niet. Oké, Naïma, dan wens ik nu nog heel veel succes met de verkiezing. En je gaat dat ongetwijfeld heel goed doen. Heel erg bedankt.